Voorzitter, ja. Ik heb moeite als, als ik de PvdA hou, hoor praten over, over tweedeling. Want als er één partij is die zorgt voor tweedeling in de maatschappij, dan is de PvdA wel. Uh, door onder andere kansloze migranten hier naartoe te halen. Meneer Asscher, u weet wel, de man van de wet Werk en zekerheid van de tijdelijke contractjes. Dat waren de mensen met geen opleiding of een mindere opleiding... De nulurencontractjes, de bezuinigingen op sociale werkplaatsen, dat is gebeurd in de tijd dat de PvdA in de regering zat. En voorrang statushouders op de woningmarkt, ook zo'n dingetje van de PvdA, zorgt ook voor tweedeling. Dus zou je alsjeblieft op willen houden met dat soort teksten.